Na de prikactie van de bewoners in Huize Asiana de vorige week is de situatie tot op dit moment niet veranderd. De directie wacht nog steeds op subsidie van de overheid om de dringende zaken aan te pakken. Tijdens een gesprek met de directeur van Huize Asiana, Brenda van Daal, blijkt al snel dat het uitblijven van de subsidie veel problemen met zich meebrengt. Hierdoor kan er ook geen gevarieerd eten gegeven worden aan de bewoners. Bij de prikactie hadden de bewoners onder andere aangegeven dat ze geen gevarieerde voeding kregen. Omdat de financiële middelen er niet zijn, wordt er gekookt uit een voorraad doperwten die als donatie is aangeboden aan het bejaardentehuis. Van Daal geeft aan dat de bewoners na een bewonersvergadering wel wat begrip tonen voor de situatie. Weet je, als er geen communicatie is of als mensen niet op de hoogte zijn van bepaalde zaken, dan worden zaken anders gezien. Maar gisteren is tijdens de bewonersmeeting met ze gesproken, uitgelegd wat de status is van de subsidie. Dus ze hebben het een beetje begrepen en ze zijn een beetje in rustiger vaarwater nu wat betreft dat gedeelte. Er zijn echter nog andere zaken die spelen, bijvoorbeeld het personeelstekort, waarbij zij het meeste van te lijden hebben. Omdat in de middag- en de nachtdiensten er meestal, je kan bijna zeggen, geen oppas is voor de mensen. Je hebt één zuster voor, twee gebouwen en dat is echt onkan. Het kan gewoon niet. Als je let erop dat het een groep is waarbij echt zorg nodig is. We hebben echt dringend personeel nodig. Onze nieuwsdienst sprak ook de bewoners Judith Tilborg en Selma Bento, die het erg vinden dat de subsidie zo lang uitblijft. Beide bewoners vinden dat de regering haar verantwoordelijkheid hierover moet nemen, omdat de directie van Huize Asiana nu haar werk niet kan doen zoals het moet. En dat brengt een ketting van andere problemen met zich mee, waardoor ook genoeg gevarieerd kan worden in de voeding. Er is bijvoorbeeld een partij aan doppertjes van ergens gedoneerd. Het blijken ook niet echt zachte doppertjes te zijn, ze zijn hard. En omdat er geen mogelijkheid of variatie is, omdat er geen geld is, wordt steeds dat gegeven aan de bewoners. Dus het is een ketting. Het is eigenlijk was de essentie om te laten, om af te dwingen van de regering dat die subsidie gegeven wordt. Het is nodig. Asiana is niet de enige instelling die met het probleem kampt. Maar de subsidie is nodig. Het is jammer. De nood is vreselijk hoog. En ik ben bang dat Asiana vergaat voordat ik ga. Zowel de directie als de bewoners van Huize Asiana hopen dat de regering snel inkomt met de broodnodige subsidie, zodat de dringende zaken aangepakt kunnen worden.